Aan het havenfront in Willemstad komt een gebouw dat huisvesting gaat bieden aan een aantal verenigingen. Dat heeft de gemeente Zevenbergen maandag bekendgemaakt. Over de komst van het verenigingsgebouw is zo'n 2,5 jaar gesproken. Het komt ter hoogte van de vuurtoren van Willemstad. Maar waarom heeft de gemeente Zevenbergen eigenlijk gekozen voor Willemstad? Nou, ons toeristisch-recreatief beleid geeft Willemstad de A-status. Hè, dus dat is de kern waar toerisme en recreatie ontwikkeld wordt. We hebben ook een grote waterkant, een groot watersportverleden. En dan is het ook logisch dat we daar die combinatie maken met de verenigingen die op dat vlak werkzaam zijn. Wat zijn de kosten verbonden aan het gebouw? Het gaat over 1 miljoen, het gebouw. 8 ton sowieso door de gemeente, 2 ton door de woningbouwcorporatie die daar een hele belangrijke rol in spelen. En de verenigingen gaan zelf €150.000 inbrengen. De reddingsbrigade, de watersportvereniging en de scouting Willemstad gaan van het gebouw gebruik maken. Kunnen die elk wel €150.000 ophoesten? Nou, het is natuurlijk ontzettend veel geld. We zullen daar ook graag gebruik maken van bedrijven die materialen over hebben. En we zullen ook gebruik maken van bepaalde fondsen om ons daarbij te helpen ondersteunen. Maar gelukkig hebben we bij elkaar bijna 500 leden die hun handjes kunnen laten wapperen. Dus we hebben in ieder geval geen arbeidskosten. Nee, want het hoeft niet alleen als geld, het mag ook in natura. Het mag voor een heel groot deel in natura. De dingen die wij doen zullen wij niet meer bij de gemeente voor aankomen. Dus we zullen zelf de inrichting van het gebouw afmaken. Is al bekend hoe dat het maritiem gebouw gaat heten? Dat is op dit moment nog niet bekend. Bij alle leden is er een prijsvraag uit om een goede naam voor dit gebouw te krijgen. En dat moet een gezamenlijk besluit worden van de 3 verenigingen. Dit maritiem gebouw gaat een impuls worden voor het verenigingsleven in Willemstad. Ja, en niet alleen Willemstad, zelfs voor heel Moerdijk. Want het is zo'n unieke plek aan het water, met een haven eromheen en allerlei activiteiten. Dus ik zie daar echt heel veel jeugd in de toekomst plezier met water krijgen. Eind volgend jaar moet het maritiem gebouw er staan.